Bevrijding van bedrog is de overkoepelende titel van deze bijeenkomsten. Ik hoorde net de derde, is dat de derde, Jan? Klopt het? De derde, ja. Bevrijding van bedrog. En het thema van vandaag is vrede, geen oorlog. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk twee keer hetzelfde, hè? Ik bedoel, vrede is een situatie die je hebt bij afwezigheid van oorlog. En oorlog is een situatie die je hebt bij afwezigheid van vrede. En ik heb van die twee titels een beetje een samentrekking gemaakt voor mijn presentatie. Die heet namelijk Bevrijding van oorlog. En mag ik misschien de dia? Ja. Miranda, mijn vrouw, heeft deze dia gemaakt. Bevrijding van oorlog. En ja, het wordt naar mijn smaak de hoogste tijd dat we ons gaan bevrijden van oorlog. Want oorlog is een heel raar ding. Het is, aan wie je het ook vraagt, niemand wil oorlog. Niemand wil oorlog. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt van, nou weet je, daar heb ik nou zin in vandaag. Lekker potje oorlog, weet je. Oorlog, en dat is ook logisch, want oorlog is het... Eigenlijk het meest verschrikkelijke dat mensen kan overkomen. Het is een geesel waaronder de mensheid al sinds mensenheugenis al duizenden jaren gebukt gaat. Niemand wil het en desondanks blijven we oorlogen hebben. En dat is een raar verschijnsel. Waarom is dat? En iemand die daar eens een keer een hele... kernachtige uitspraak over heeft gedaan, die eigenlijk goed inzicht geeft aan in dit verschijnsel, in dit mechanisme, is iemand die het had kunnen weten. Want hij heeft namelijk het voor elkaar gekregen, samen met zijn maten, om de wereld in een, nou, bijna de hele wereld, in een allesvernietigende oorlog te storten. Mag ik de volgende? Ja. En dat is deze meneer Hermann Göring. Een van de topnazi's. En tijdens de Nuremberger processen heeft hij deze uitspraak gedaan. Hij is een beetje ingekort, hij was in werkelijkheid iets langer, maar dit geeft de kern weer. Wat hij zegt is, natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog. Nog in Rusland, nog in Engeland, nog in Amerika en zelfs niet in Duitsland. Dat begrijpen we. Laat dat eens tot je doordringen. Niemand wil oorlog. In geen enkel land. En hij begrijpt het. Maar de mensen kunnen altijd onderworpen worden aan de wil van de leiders. That is easy. Dat is makkelijk. Alles wat je hoeft te doen, is ze te vertellen dat ze worden aangevallen, dat ze bedreigd worden. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Je hoeft alleen maar te zeggen, jongens, jullie leven wordt bedreigd en mensen staan in de rij om naar het front te gaan of een oorlog financieel te, of op welke andere manier dan ook, te ondersteunen. Niemand wil oorlog en daarom zijn mensen juist bereid om een oorlog te ondersteunen, zolang de leiders ze maar wijs kunnen maken dat ze bedreigd worden. En wat hij daar ook mee zegt, is... Nou ja, wat ik net eigenlijk zei, niemand wil oorlog, dat is niet helemaal waar. Hij zegt hier dat de leiders oorlog willen. De leiders willen oorlog, maar het volk niet. Dat is wat hij hier zegt. En vervolgens de pacifisten uit te maken voor mensen met gebrek aan vaderlandsliefde die het land in gevaar brengen. It works the same way in every country. Het werkt overal hetzelfde en daar voegde hij in werkelijkheid nog aan toe. Het maakt niet uit of het om een democratie of een dictatuur gaat. En hij heeft gelijk. Hij laat hier zien hoe het werkt. Hij laat zien hoe de truc werkt. Het zijn de oorlogzuchtige leiders die de oorlog willen. Het volk wil geen oorlog. En daarom is het volk bereid om oorlog te voeren. Omdat ze wijsgemaakt wordt dat zij oorlog willen. En wij niet. Wij willen geen oorlog, zij willen oorlog. Het is iedere keer hetzelfde verhaal. En daarom denken alle soldaten in alle oorlogen altijd aan de goede kant te vechten.
alle soldaten in alle oorlogen denken altijd aan de juiste kant te vechten. Dat dachten de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog ook. Die dachten ook aan de goede kant te vechten. En nog steeds is dat zo. Want wij willen geen oorlog, zij willen oorlog. Dat is de boodschap. En iedere keer trapt de bevolking er weer in. Iedere keer laat de bevolking zich weer mobiliseren. Laat de bevolking zich weer storten in een oorlog die in het beste geval kan opleveren dat zij zelf of hun zonen en dochters die naar het front gestuurd worden het overleven en hun land en hun huis niet helemaal in puin ligt. Oorlog is het meest verschrikkelijke dat de mensen kan overkomen. Het heeft honderden miljoenen mensenlevens verwoest. En een veelvoud daarvan tot in generaties getraumatiseerd. Het heeft het levenswerk van hele generaties verwoest en landen in puin gelegd. Niemand wil oorlog. Natuurlijk wil niemand oorlog. Mensen die geen oorlog willen, ja, ik ben het niet helemaal met Karel eens. Want niemand wil oorlog. En als je geen oorlog wil, dan ben je toch een pacifist, of niet? Nee, dat is niet zo. Nee, nou ja, daar kunnen we het daar nog even over hebben. Maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, je bent er voor... Als je geen oorlog wil, dan ben je voorstander van vrede. En de term pacifisme heeft dan een andere connotatie, maar daar kunnen we dan nog over hebben. Maar in ieder geval, je bent een voorstander van vrede en dus niet van oorlog. Maar al die soldaten, ieder land denkt iedere keer aan de goede kant te vechten. En het wordt pas uitgemaakt na de oorlog, want dan is het de overwinnaar die bepaalt wat de goede kant was. We kennen allemaal dat verschijnsel. En dat heeft te maken met het begrip aanval en verdediging. Dat zijn relatieve begrippen die afhankelijk zijn van perspectief. Iedereen denkt aan de verdedigende kant te vechten. En als dat werkelijk zo zou zijn, dan zou er dus geen aanval zijn, maar dan zou er dus ook geen oorlog zijn, maar die is er dus wel. Aanval en verdediging zijn dus relatieve begrippen, een beetje vergelijkbaar met de begrippen hier en daar. Wat voor mij hier is, is voor jullie daar, en wat voor jullie hier is, is voor mij daar. En zo geldt het ook voor aanval en verdediging. Zolang oorlogzuchtige heersers, die willen oorlog. But the people can always be brought to the bidding of the leaders. Onderworpen worden aan de wil van de leiders. Kennelijk willen die leiders oorlog. En zolang die leiders het aan de bevolking wijs kunnen maken dat die bedreiging echt is, dan zullen mensen in de rij staan. Namelijk omdat ze geen oorlog willen. Ze willen zich verdedigen tegen een agressieve partij, tegen een aanvallende partij. Het bijzondere is dat bij die aanvallende partij, die andere partij, precies hetzelfde wordt geloofd. Exact hetzelfde. Stel dat je een soldaat hebt die naar het front gestuurd wordt omdat hij er naartoe moet en de twijfels heeft. Die komt aan dat front er al heel gauw achter wie de vijand is, want dat is namelijk die vent die aan de andere kant van het loofgraf op hem schiet. En zo blijft het conflict zich verder manifesteren. Dit mechanisme is de laatste decennia, zeg maar vanaf het einde van de Koude Oorlog of iets eerder, is een beetje een nieuwe jasje gestoken. Degene die deze strategie al eeuwenlang succesvol inzetten, die hebben begrepen dat je het ook nog op een andere manier kunt doen. En dat is een beetje de modernere versie hiervan. Je hoeft niet eens je volk wijs te maken dat hun land onder vuur ligt, om ze bereid te maken de oorlog te steunen. Zowel in daad als als financieel of in welke andere zin dan ook. Je kunt gewoon zeggen dat er ergens anders een onschuldig land is dat wordt aangevallen door een agressieve macht. En je vraagt aan je bevolking steun om dat land te gaan helpen. En iedereen die daar kanttekeningen bij heeft of vraagtekens bij zet, die maak je simpelweg uit voor ongevoelig, voor empathieloos en voor een slecht mens. Zodat hij door zijn eigen sociale omgeving met de nek wordt aangekeken. En dan zinspeel je op een andere angst. Dat is namelijk de angst om door jouw vrienden, kennissen en collega's te worden afgewezen. En dat is misschien nog wel een
een ergere angst dan de angst voor bommen en granaten. En zo werkt de truc dus ook in deze dimensie. De angst voor uitsluiting is een van de belangrijkste menselijke angsten. En dat is natuurlijk precies wat we nu zien in Oekraïne. He, er wordt geroepen, er wordt een onschuldig land wordt aangevallen door een agressieve macht. In Rusland denken de mensen dat hun eigen land onder vuur ligt door een andere agressieve macht. Namelijk door de militaire macht van de NATO die steeds dichterbij komt. En zo denken allebei de partijen weer voor de juiste zaak te vechten. En dus ontstaat er oorlog. Het is dus een truc. Het is een truc die al sinds mensenheugenis steeds opnieuw wordt toegepast. En hij wordt steeds opnieuw toegepast omdat hij blijft werken. Zo kunnen de oorlogzuchtige heersers het voor elkaar krijgen om hun oorlogen te laten voeren door bevolkingen die er zelf de dupe van zijn. En ja, weet je, alle soldaten denken dus voor de goede kant te ver. Maar moet je je eens voorstellen, dat gold bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse soldaten naar het Oostfront moesten, naar Rusland. Miljoenen soldaten zijn daar omgekomen, niet alleen door vuurgevechten, maar ook omdat de legerleiding verzuimd had om ze behoorlijke kleding mee te geven en ze daar massaal doodvroren. De ontberingen die die jongens daar hebben doorstaan, zijn ongelooflijk. Die zagen hun maten naast zich doodvriezen, maar ze vochten door, omdat ze dachten dat ze voor de goede zaak vochten. Zij dachten aan de goede kant te staan. De onvoorstelbare ontberingen die ze hebben meegemaakt. En miljoenen soldaten hebben daar het leven gelaten. En degenen die terugkwamen, en dat moet je tot je door laten dringen. Degenen die terugkwamen, die dachten voor de goede zaak gevochten te hebben. En die blij waren dat ze het overleefd hadden. Ondanks alle verschrikkingen die ze hadden doorgemaakt, werden ook nog eens een keer als dader aangemerkt. Zij kregen de schuld. Probeer je in te denken wat dat met een mensenleven gaat doen. Hoe ongelooflijk traumatisch dat is. Hoe komen we daar nou vanaf? Hoe komen we er nou vanaf dat we ons iedere keer weer laten verleiden om de oorlogen te voeren die deze oorlogzuchtige leiders willen dat we voeren? Het zijn hun oorlog, zij willen het. Wij willen het niet. Niemand wil oorlog. Hoe kunnen we dit nou voorkomen? Nou, het beste kun je dat doen door de truc onmogelijk te maken. Door het simpelweg onmogelijk te maken voor die oorlogzuchtige, psychopathische dictators die het op ons voorzien hebben, door het onmogelijk te maken hun volk te laten geloven dat wij een bedreiging voor ze zijn. Want dat is namelijk de enige manier waarop hij zijn volk kan mobiliseren om ons aan te vallen. Of andersom. We moeten het simpelweg onmogelijk maken dat die buitenlandse dictator, die oorlogszuchtige heerser, wie we dan ook als schuldige zien, onmogelijk maken om zijn bevolking tegen ons te mobiliseren op basis van de bewering dat wij een bedreiging voor ze zouden kunnen zijn. En de beste manier om dat te doen is simpelweg te stoppen met het hebben van een leger. Schaf het leger gewoon af. Schaf het leger af, dan kan geen enkele buitenlandse dictator of heerser kan zijn bevolking wijsmaken dat wij een bedreiging voor ze zijn. Is onmogelijk. Soldaten willen namelijk geen mensen aanvallen die geen bedreiging zijn. Ze willen geen mensen aanvallen die zich niet eens kunnen verdedigen. Dat doen mensen niet. Soldaten zijn ook mensen en mensen willen geen oorlog. Natuurlijk willen mensen geen oorlog, zei Göring. En daar had hij volkomen gelijk in. Is er hier iemand in de zaal die oorlog wil? Nee. En dat geldt ook voor soldaten, want soldaten zijn ook mensen. Ik zal een kleine anekdote vertellen, wat dit misschien een beetje illustreert. Ik zelf ben opgegroeid in een klein dorp onder de rook van Eindhoven. En daar liep een hele drukke weg doorheen. En om schoolkinderen de kans te geven om veilig naar school te gaan, die weg over moesten, hadden ze een fietstunneltje gegraven onder die weg.
En daar moest ik dus iedere dag doorheen met mijn fietsje. En soms gebeurde het dan dat je in dat tunneltje werd opgewacht door wat wij toen de grote jongens noemden. Ik was denk ik 1 jaar of 10 of 8, weet ik veel. Dat je daar werd opgewacht door grote jongens. En dan stonden daar met z'n drieën en dan hielden ze je tegen. En dan riepen ze, zal ik jou eens in elkaar slaan? En wat ik deed, was ik zette mijn fietsje tegen de wand van de tunnel en ik liep op hem af. Tot ongeveer 30 centimeter voor hem met mijn handen op mijn rug. En ik zei tegen hem, nou, als ik jou daar een plezier mee doe, ga je gang. Nooit heb ik een klap gekregen. Ze liepen achteruit, scheldend, maar ik heb nooit een klap gekregen. Het is voor mensen bijna onmogelijk om zomaar iemand aan te vallen die zich niet verdedigt. Het kan eigenlijk niet. En dus ja, als wij simpelweg zeggen van oké, wij willen geen oorlog, nou dan stoppen we met oorlog, stoppen we met een leger. Dat is namelijk hetzelfde als geen oorlog voeren. Als landen stoppen met legers hebben, kan er ook geen oorlog meer zijn. Maar je kunt dat best eenzijdig doen. En ik hoor wel eens commentaren als ik dit zeg. Dan zeggen ja, maar als er dan een of andere buitenlandse idiote, psychopathische leider op ons land voorzien heeft, dan walst hij er zo overheen. Nee, want het is niet die psychopathische leider die ons land bezet. Het is zijn leger dat hij ronselt uit het volk dat dat doet. En die zijn daar simpelweg niet toe bereid. En weet je, het is geen garantie voor het uitblijven van oorlog. Het is geen garantie, het is niet absoluut zeker. Maar het is wel de beste garantie die we kunnen krijgen. Al was het maar omdat al die oorlogen die de mensheid geteisterd hebben in de loop der tijd, allemaal via dit mechanisme op gang gebracht zijn. Als je dit eruit haalt, dan wordt in ieder geval de kans op oorlog veel, veel, veel minder. Want de truc werkt gewoon niet meer. En weet je, daarbij maakt het eigenlijk ook niet zo gek veel uit wie er nou eigenlijk gelijk heeft. Heeft de NATO gelijk? Heeft de NAVO gelijk? Heeft Poetin gelijk? Er zijn overal wilde discussies. Volgens de reguliere media heeft de NAVO gelijk. En volgens de alternatieve media heeft Poetin gelijk. Maar oorlog gaat niet over gelijk of ongelijk. Oorlog gaat over leed en destructie. Laten we gewoon omarmen dat we van elkaar vinden dat we ongelijk hebben zonder oorlog over te voeren. En misschien maak ik de volgende dia, Jan. Ja, en als afsluiting heb ik een klein stukje tekst gebruikt uit het lied van Boudewijn de Groot, De Eeuwige Soldaat. Zijn er mensen die dat nog kennen? Ja, dit is uit de midden jaren 60 schreef hij dat toen de vredesbeweging net een opkomst was. Die later uitgroeide tot een beweging die nu weer een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Hopelijk komt dat nu weer op. Maar ik vond die tekst veelzeggend. Want hij overlapt ook een beetje met de tekst van Hermann Göring. Hij zegt, dit gaat over de eeuwige soldaat, dus degene die ingezet worden in de strijd voor de heersers die belang hebben bij oorlog. Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika. Hij vecht voor Portugal en Pakistan. Ja, wat die zin eigenlijk zegt is, het werkt overal hetzelfde. Het is geen kwestie van volksaard of zo. Het is niet zo dat Russen per definitie slecht zijn of Duitsers per definitie slecht. Nee, Russen, Duitsers, Britten, Amerikanen, Portugezen en Pakistanen. Ze vechten, maar willen allemaal geen oorlog. En hij vecht ook voor de Russen en hij denkt er wel in vacht dat hij zo een eind aan de oorlog maken kan. Hij denkt dat vechten tot vrede kan leiden. En dat is precies wat alle soldaten aan alle kanten van ieder conflict denken. Wij willen geen oorlog, zij willen oorlog. En wij moeten vechten om hen tegen te houden. En aan de andere kant van het loopgraf wordt precies hetzelfde gedacht. En hij vecht voor het communisme en voor de monarchie. En hij zegt iets voor de vrede van het land. Maar als hij er niet geweest was, had Luther nooit een kans. Als de mensen die zich lieten mobiliseren en lieten overtuigen om een oorlog te steunen en ook daadwerkelijk die oorlog te vechten of ervoor te betalen of voor anderszins te steunen, dan had Hitler geen kans. Dan hebben kwaadaardige heersers geen kans. Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan.
Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd. En door hem zal al dat moorden verder gaan. Hij wordt het leger mee bedoeld. Hij is de militaire macht die geronseld wordt uit de bevolking door steeds dezelfde truc en die uiteindelijk de grootste schade oploopt. Want het zijn de mensen, gewone mensen, die hun kinderen zien sneuvelen, die hun land in puin zien liggen, iedere keer weer opnieuw. En ik hoop dat we ons nu werkelijk eens een keer gaan bevrijden van oorlog. Niet zozeer van buitenlandse bezetters of vijanden, maar van het hele verschijnsel oorlog. Het wordt hoog tijd. Dank u wel.